Frans Vermeulen, je hebt in 1987-88 dit orgel met veel vakmanschap gerestaureerd. We zijn heel blij dat je deze documentaire film voor ons wilt gidsen. En ik wil je uitnodigen om maar eens met dit curieuze rugwerk te beginnen. Een rugwerk wat in wezen een loos rugwerk is. Ja, het is inderdaad geen rugwerk. Als je hier langs deze kant kijkt, dan zou je zeggen, het is afgezaagd en hier heeft bijwerking gezeten. Maar Smits heeft het echt bedoeld als een afscheiding en een toch laten zien dat het een orgel is met 3 klavieren. Frans Smits schijnt erg rekening gehouden te hebben met de manier van musiceren in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij was ouderwets, hij ging nog uit van de muziekmissen, vooral uit Oostenrijk, in de Mozartiaanse stijl. En daar paste meer bij dat er een koor was. In eerste instantie was het 2-stemmig, later zelfs 3-stemmig, waarbij het orgel fungeerde als begeleidingsinstrument. Wat mij nu zo opvalt is dat als het ware Frans Smits een opzwepend front heeft gemaakt door die binnenkant naar boven te laten voeren. Een prachtig front, vind je niet? Ja, het is magnifiek. Je zou haast zeggen, het zou bijna een orgel kunnen zijn van 100 jaar eerder. Maar in de details en vooral dit soort consoles kun je duidelijk zien. En ook deze opengewerkte positief wand waarin nog jaloezieën zaten. Klein, heel klein, bescheiden zwelwerk. Precies, hè? Ja. Het doet een heel klein beetje het geluid afzwakken. Tijd, denk ik, om maar snel het orgel in te gaan. Maar laten we eerst eens even naar de klavieren kijken. Frans, dit is het oorspronkelijke klavier van Smits. Hij maakte zijn mechanieken ook zelf en deed dat ook alweer op een aparte manier. Ja, je ziet aan de lengte van de klavieren dat het bijna pianoklavieren zijn. Dus de ondertoetsen vrij lang, ook de boventoetsen heel lang. En ook de ruimte tussen de toetsen is vrij breed. En echt ivoor in 2 delen? Dit is echt ivoor en de frontons zijn van Beukenhout. Wat hij niet vaak deed, meestal was het dan ook been of ivoor. De 3-klavierorgel heeft hij meestal het 2e klavier, dus dit hoofdwerk, half uit de orgelkast. En zodat het toch goed gespeeld was. Ja. Ja, het pedaalklavier, dat is ook weer echt een Smits pedaalklavier. Het is nog het originele. Er zijn enkele toetsen zijn wat opgehoogd, omdat ze helemaal afgesleten waren. Maar het typische van een Smits pedaalklavier is dit rondje, die uitgehalve ronding in achtereinde, de staart van de toets. En deze kleine ronding in het voorstuk. De registerknoppen zijn bij dit orgel van Eberhout met een benenplaatje. Echt met de hand nog gegraveerd, want ieder plaatje is weer een beetje verschillend, maar dat maakt het juist zo leuk. En hij heeft dan altijd de grote letter V voor voet. Ja, hier zit dan nog het kleine hendeltje of kleine pedaaltje voor het zwelkastje open te zetten waar we het straks over hadden. We zijn nu in het binnenwerk van het onderwerk. En je ziet hier een deel van de registermechaniek die de sleep opentrekt. De cornet. Zonder tet. Bas-eufoon. Flageolet. Octaaf 2. Die zwaarden hebben nog de oorspronkelijke verf. Dus echte loodmenie. Waarom heeft hij dit nu, die zwaarden, van ijzer gemaakt? Meestal was het van hout. Dat klopt. Smits was wel een hele degelijke bouwer. Die ging ervan uit dat het nooit kapot mocht. Smits was ook heel nauwkeurig in zijn wellenborden en daar had hij ook een aparte manier van bouwen. Deze zijn voor het bovenwerk en deze trekkers zijn voor het hoofdwerk. En de walsarmen zien we daar ook lopen van het hoofdwerk. Ja, van het hoofdwerk en het bovenwerk zitten door elkaar. En dat heeft ook mee te maken dat het natuurlijk een zijkantbespeling is, waardoor die een wals extra moet leggen. Vrij lange liggende mechaniek naar de speeltafelkant en de klavierkant toe. En daar heeft hij een winkelhaakje, een tuimelaartje met abstracten naar beneden die daar aan de toets gemonteerd zijn. Prestant 8, boerdon 16, holpijp 8, prestant 4, octaaf 2. Trompet 8. Deze grote roeren die geven de roerfluit dat juist dat beetje meer boventoon. Overigens maakte Smits niet veel roerfluit. Nee. Dan de gemshoorn, die is 1955 geplaatst. Dat was toen nog een reserveregister. Je ziet het bijna niet meer aan de kleur van het materiaal. Het is helemaal weer bijgekleurd. Dan komt de roerfluit. Dan de cornet is nieuw erbij geplaatst in 87, 88. Het speelde zelden een terts in een cornet. Hier ook niet? Hier niet. Dit is een viervoet en een 2/3. Dan de octaaf 2. De flageolet, en dat is hierbij, in dit register zitten de kleinste pijpjes. Dit is een van de kleinere. En dan dat merkwaardige, ooit doorslaande register, de eufoon. Ja, de eufoon. Ik kan hem wel eens eventjes openmaken. Vroeger dus echt doorslaand geweest. In 1955 is die opslaand gemaakt, omdat de tongen afgebroken waren. En het echte doorslaande karakter is er niet meer. Je ziet hier, de tong slaat dus gewoon op. Op het moment is het eigenlijk een klein foxomanaatje. Wel leuk bij de tremulant, maar het is niet meer het oorspronkelijke doorslaande geluid. Ik zal hem even laten horen met de tremulant aan. Frans, deze labiaalpijpen zouden eigenlijk van het tongwerk eufoon moeten zijn. Waarom deed Smits dat? Smits deed het, en niet alleen Smits, hoor, er waren meerdere orgelmakers die dat deden. In de hoogte, dus de allerhoogste, waren doorslaand vaak niet te maken. Zo'n tongetje werd dan te zwak. Het werd dan te zwak en het te dun en op een gegeven moment brak het af. En het verschil hoor je dan toch niet meer. En deze eufoon, deze kleine, die staan geheel in de stevel. Ja, is ook bewust zo gemaakt. En we gaan aan Frans vragen of hij deze trompet uit elkaar wilt halen. Smits had dus nooit een dubbele kop. Altijd een lange stevel met één kop. We zien hier de kop met een hele mooie vorm hier beneden. Dan daar de spie en de keel en de tong. En een hele lange ijzeren stemkruk. De originele gietmallen zijn er nog in het museum bij Maarten Seibel. Kijk, zo'n lange stevel geeft ook meteen de stevigheid aan het zwakke punt hier beneden van de beker. En nu verder over het andere pijpmateriaal, want hier staat voor een kapitaal. Op die ene windlader zit het positief, zowel als het hoofdwerk. Dus een hele diepe lade met dus het secantcel van het hoofdwerk en aan de andere kant het secantcel van het positief naast elkaar. Je kunt het een beetje zien hier op de verdeling van de stokken. Heeft hier een kastje gemaakt. Deze streep is de hartlijn van ventiel, zowel als pijp, ja, van het hoofdwerk. En deze die ernaast ligt, is hetzelfde voor het bovenwerk. Er zijn twee kantcellen naast elkaar. Hier vooraan zitten de ventielen van het hoofdwerk. En achterin, daarnaast, dus tussen het ene en de andere ventiel, zit het ventiel voor het bovenwerk. Dat zwarte op die pulpeten is windroet. Dat is eigenlijk de vervuiling in de lucht. En die slaat neer op de pulpeten. We zien hier ook de ventielveren. En dat bepaalt voor een belangrijk deel het touché, de toetsdruk, beneden bij de klavieren. Deze walsen zijn nodig omdat het een zijkantbespeling is. We kijken nu hier tegen de frontpijp aan, de achterkant van de frontpijp. Deze gaten zijn eigenlijk bedoeld om de pijp wat beter te laten spreken, want in wezen is de pijp maar zo lang nodig. En dit is pure overlengte. Dit noemen ze eieren. Dit is de steminrichting. Met die lapjes kun je de pijp een fractie hoger of lager stemmen. Als je het naar binnen toe doet, gaat die lager worden, en naar buiten hogere toon. Dat zijn houten pijpen van de bolognese van het hoofdwerk. De viola di gamba. De flûte travers, die is apart van vorm, die is rond. Na de flûte travers komt de rolpijp van het hoofdwerk. Dan de prestant 4 van het hoofdwerk. De fluit 4 en de konische pijpen van de diskant. Octaaf 2. De mixtuur, de trompet, de kromhoorn en de claron. De prestant 4 van het hoofdwerk, die is hier bovenaan, dit is dan F3 gestreept. Het is geen fluit, maar het ligt er zo'n beetje tussenin, tussen een fluit en een prestant. Nou Frans, dat was een hele leerzame excursie.